Hey mensen! Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen en daarom heb ik vandaag speciaal voor jullie 10 smoesjes om geen bekeuring te krijgen. Ja, ik vind dat gewoon lekker, hè? Lekker vet in de nek gieten. Ik zeg het ook al tegen ons Anita. Heerlijk vind ik dat. Ja. Ja, dus doe maar. Meneer, is de witte auto van u? Je bedoelt die witte Tesla met kenteken SP131P en die flitsende zwarte velgen? Ja, die ja. Ja, die is voor mij. Die is cool, hè? Nou, hij staat geparkeerd op een plek van een andere burger. 1 burger en anders nog iets? Nee, niet zo'n burger. Nou. Oh, maar trouwens, wacht eens. Schiet me ineens te binnen. Dat is helemaal niet mijn auto. Nee, ik heb een andere witte auto. Maar er staat maar 1 witte auto. Ah, shit. Jullie hebben me door. Dat wordt een bekeuring. Wat verraden het? Was het mijn gezicht? Trok ik weer zo'n gezicht op? Ja, meneer, uw snacks. Ah. Nou, alstublieft. Kan ik ook met snacks betalen? Jongeman, stop maar even. App op de fiets, dat wordt een boete. Huh? Wat is jouw verklaring daarvoor? Huh? Wat is jouw verklaring? Huh? Gaat het? Huh? Als je nog 1 keer huh zegt, dan krijg je 2 boetes. Hè? Ben je nou aan het wild plassen? Oh, nee, helemaal niet wild aan plassen. Ik doe eigenlijk best wel rustig aan. Hier, kijk, dit is wild plassen. Ja, la 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 la. Zag je? Maar dat doe ik helemaal niet. Ja, maar het gaat er ook helemaal niet om hoe wild je plast. Het gaat erom dat het binnen het bouwde kom helemaal niet is toegestaan om overal tegenaan te pissen. Nou, maar dat is niet helemaal waar. Want hier in het wetboek staat namelijk... Wacht even. Wil je deze even vasthouden? Ja. Hier, in het wetboek van strafrecht staat namelijk geen verbod op wildplassen. Ja, dat klopt. Maar de gemeente die bepalen zelf dat je niet op een openbare plek mag plassen. En hier mag dat niet. Maar hoe weet jij dat in een openbare plek is en niet gewoon mijn huis? Omdat je tegen het politiebureau aan staat te pissen. Oh ja. Hey jongens, we zouden toch samen een Polonaise weggaan? Wacht even, ik ben nog niet klaar. Ik heb een lange route. Oh, leuk kostuum, mannen. Vaak lijken die politiepakken een beetje zo'n AliExpress-versies, weet je wel. Dat ziet er gewoon niet uit. Maar dit ziet er echt goed uit. Waar hebben jullie die gehaald? Ik moet u teleurstellen, dit is geen carnavalskostuum. Oh, nee, geen probleem, heren. Ik hoor namelijk bij jullie. Het is niet wat het lijkt, ik ben politie en burger. Dat kost u €150. Sst, niet zo hard praten, dadelijk hebben ze me door. Ik ben namelijk undercover. Snap je? Undercover? Het is dan €85 extra voor het overtreden van de belangrijkste wet van Nederland. Het verbod op het maken van slechte woordgrappen. Meen je dat? Is je bon. Bon appétit. Het is niet toegestaan om hier jouw fiets te plaatsen. Oh, waar staat dat? Hier. Ja, maar dat kan ik toch niet lezen van zo'n afstand? Ja, de leeftijd. Oh. Ja. Is dan €55. Oh, hè. Poh, dat is vervelend. Ben ik toch net bestolen van mijn portemonnee? Heb ik geen geld? Oh, wat verschrikkelijk. Ik ben slachtoffer geworden. Wat een verschrikkelijk voorval voor mij als slachtoffer. Ik ben zo'n ontzettend slachtoffer. Heb ik al gezegd dat ik slachtoffer ben? Wat moet ik nu doen, meneer de politieagent? Deze boete thuis overmaken. Oh, shit. Ja, wacht. Doe deze snel onder je vest. Snel, snel. Goeiedag. U reed 24 km per uur te hard en u reed daar net een pion omver. Au. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, mijn vriendin staat op het punt om te bevallen. Oh, wat leuk. Heeft u al een naam? Ja, zeker, ja. Dan kost u dan €350. Wat? Hoezo? Als u uw kind naar mij had genoemd, dan had ik wat met de boete kunnen doen. Had u de boete niet hoeven te betalen. Ik bedoel, we hebben ook helemaal geen naam. Jawel, want volgens mij... Dat kunnen we gewoon doen. Dat is geen probleem. Dus zeg het maar. Henk. Superleuke naam voor onze dochter. Staat genoteerd. Dankjewel.
Jackpot. Hey, hallo. Collega's, goed dat jullie er zijn. Een beetje laat, maar ik heb hier plaats delict niets kunnen vinden. Geen daders meer aanwezig, dus... Mag ik uw politie-ID-kaart zien? Natuurlijk. Kijk eens. Wat? 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 Die politiepas was gewoon verouderd! Verouderd! Au! Nee, au, au! Au, dat was mijn voet! Meneer, u reed door rood. Huh? Maar toen ik er echt in de verte aankwam, toen stond hij nog gewoon op groen. Zo werkt een stoplicht. Oh. Genoeg is genoeg! Handen af van onze kroeg! Genoeg is genoeg! Handen af van onze kroeg! Genoeg! Wat ben je aan het doen? Oh, ja, wij zijn hier aan het protesteren tegen de sluiting van de kroeg in Gijsteren. Goeie opkomst. Ja, nou, het is toch belachelijk dat de gemeente de kroeg een uur eerder dicht wil gooien op een zaterdagavond? En ik ben trouwens ook tegen windmolens. En de belasting. Maar je mag hier helemaal niet protesteren. Dat wist ik niet. Ah, sorry, het zal niet meer gebeuren. Nou, dan laten we het nu gewoon bij een waarschuwing, burgerjongen. Ach, dank wel. Hé, wacht eens even. Ben jij niet die wildplasser die het hele wetboek van strafrecht uit zijn hoofd kent? Technisch gezien niet. Ja, ik zie het al. Daar ben je wel. Je krijgt een boete. Doei! Oh shit, ik heb 3 biertjes op volgens mij. Nou, had dat even gezegd voordat we gingen rijden. Snel, pak het kussen, pak het kussen! Oh, we moeten weer doen alsof? Nee, geef. Oh. Goeiedag, u slingert nogal. Het lijkt erop of dat u gedronken... Ik denk niet dat een blaastest nodig is, hè, meneer? Ja, inderdaad. Hoe ver ben je? Nu 11 maanden. 11 maanden? En dan laat u medepassagier gewoon rijden? Ongelooflijk, mevrouw. Dat wordt een boete. Ja, dat kan echt niet. Dat kan echt niet wat jij doet. Je hebt ook nog een beetje tomatensoep aan je lip. Echt? Ja. En dan kom je nu weer. Ja, la, 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 la. Ja, maar die was niet goed. Nee, die was niet. Nee, die kwam hier. Ja, la, 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 la. Yo, what the hell? Waarom praat jij? Was hij goed? Oh, ja, waarom sorry. Praat jij?